Ik sta hier bij een VF-motor van Vetus, samen met Bernard, de specialist bij Vetus voor deze motoren. En in deze aflevering gaan we kijken naar unieke dingen voor deze motoren. Zoals bijvoorbeeld het brandstofsysteem, wat een beetje afwijkt van de klassiekere motoren. Het koelsysteem, waar let je op? We gaan vooral kijken naar het elektrische systeem, de motorbediening, de hoofdschakelaar die nodig is. En we gaan ook in op de unieke aspecten voor onderhoud en inbedrijfstelling voor de VF-lijnmotoren. Bernard, we staan hier naast een motor uit de VF-lijn. Nou, ik heb zelf een M-lijn motor in mijn boot liggen, een 4.42, wil even netjes zeggen. Die is ongeveer even groot als de basis van dit blok, maar ik zie hier een hoop extra dingen aan hangen. Wat doet dat allemaal? Waarom wil je dat eigenlijk op een boot? Nou, die 4.45 die jij hebt, die levert ongeveer 42 pk vermogen. Deze, die levert 200 pk. Bijna vijf keer zoveel. Ja. Dat is bijna vijf keer zoveel. Dus om dat mogelijk te maken, heb je ook veel meer apparatuur nodig om dat vermogen er echt uit die motor te krijgen. Oké, helder. En dat is het grootste verschil met jouw motor. Bijvoorbeeld, op jouw motor staat geen turbo. Hier staat een grote turbo op. Ja. Nou, die turbo die zorgt ervoor dat er lucht onder druk naar de motor geblazen wordt. Oké. Dus één nadeel heeft deze turbo, is dat hij de lucht niet alleen onder druk zet, maar ook verwarmt. Oké. En daarom hebben we aan de voorkant een grote luchtkoeler gezet. Okay. Daarmee wordt de lucht afgekoeld en via deze leiding de motor in het inlaatspraatstuk geblazen en daarvan in de motor geperst. En dan verbrand. Dus deze hele voorkant is de koeler. Daar zie ik inderdaad de leiding vanaf de turbo door de koeler naar het motorblok. En dit is dan gewoon buiten water waarmee die koeler wordt gekoeld. Die wordt met zeewater gekoeld. Oké. Mag ik nou ook zeggen, het is vijf keer zoveel pk's, hij heeft ook ongeveer vijf keer zoveel lucht en vijf keer zoveel brandstof nodig? Niet helemaal, maar het komt er wel een beetje op neer. Oké, dus alles wordt er wel gevoeliger van? Alles wordt veel groter, er komt meer lucht in, er komt meer brandstof in. Het moet allemaal gemengd worden in de motor en dan komt er zoveel vermogen uit. Oké. Ja, vijf keer zoveel uit dezelfde afmetingen, dat is wel mooi. Dat is mooi. Dus het luchtsysteem heb je die turbo van. Zijn er nog verschillen in het brandstofsysteem? In de basis zijn er geen verschillen. Okay. Alleen ook weer hier, alles moet veel groter zijn. Omdat deze motor veel meer brandstof gebruikt als die kleine motor. Dus ook daar moet je dus grotere voorfilters gebruiken. Ja. Je moet dus grotere diameter slang gebruiken om die hoeveelheid aan te kunnen voeren. Oké, dus van voorfilter gaat het naar, ik denk, een opvoerpompje? Van de voorfilter gaat het naar het opvoerpompje. Ja. Van de opvoerpomp gaat het naar een voorfilter. Dat filter dat haalt alle zaken er nog uit wat er eventueel in zou kunnen zitten. Daarna gaat het naar de hoge drukpomp. Van de hoge drukpomp wordt het onder hoge druk in de rail gedaan, gespoten. Wat daarover is, wordt via de retourleiding, via deze koeler, weer teruggeleid naar de brandstoftank. Oké, helder. Dus de verschillen met mijn motor zijn de koeler voor de retourbrandstof en die rail, daar ben ik ook wel heel nieuwsgierig naar. Dan moeten we even kijken, halen we de bovenkap er even af. Oké, hier zien we dus de rail, wat we dus noemen de common rail. En die wordt gevoed vanaf de hoge drukpomp met deze aansluiting. Dan hebben we hier vier aansluitingen en die gaan allemaal naar de injectoren toe. Die injectoren blijven dus op druk staan, dezelfde als de rail zelf. Dus die zijn gewoon aangesloten. Die injectoren worden hier door deze aansluitingen verbonden met de computer. En de computer bepaalt wanneer die injectoren open komen te staan. De computer varieert de tijd van of de begininspuiting en het eindinspuiting. En dat kan die helemaal vrij doen.
Okay. Dat kan die precies instellen. En de verschil, dus de inspuittijd met de druk in de rail, mm-hmm. bepaalt de hoeveelheid brandstof die in geïnjecteerd wordt. En daarmee dus ook het hoeveelheid vermogen die geïnjecteerd, die de motor kan leveren. Oké. Okay. Nou, ik zie ook een paar dingen die ik wel herken. Dit zijn volgens mij de gloeibougies om te starten. Maar ik zie ook nog een hoop andere draden. Wat doen die allemaal? Ja, dit zijn, de rest is eigenlijk sensoren die de motor, die de computer gebruikt om de motor goed te laten draaien. Mm-hmm. Je zit hier een sensor voor de nokkenas. Ja. Die bepaalt dus de positie van de motor ten opzichte van dode punt, zodat hij op de juiste tijd in kan spuiten. Okay. Dus dat hij de goede volgorde aanhoudt. Ja. Dan hebben we hier een sensor voor de lucht. Ja. Die meet de luchtdruk, dus wat die turbo geeft, maar ook de temperatuur. Als die turbo minder geeft, zal die ECU, de computer, zal dus minder brandstof gaan geven, waardoor die ook niet gaat roken. Als de temperatuur oploopt, zal ook de hoeveelheid ingespoten brandstof wat verminderd worden, zodat die ook niet gaat roken. Hij okay. geeft dan ook wel iets minder vermogen af. Maar het roken zie je niet. Oké. Okay. Dan heb je hier nog een sensor die de raildruk meet. Ja. Nou, die geeft hij door aan de computer. En de computer kan regelen dat er meer of minder druk inkomt. Die geeft dus een opdracht aan de hoge drukpomp. Nu moet je wat meer geven en nu moet je wat minder geven, waardoor de druk geregeld wordt. In elke toerental belastingssituatie hebben we hier een verschillende druk staan. En okay. dat regelt die computer keurig netjes. Oké. Nou, dan snap ik alle leidingen. Dankjewel. Bernard, we hebben net naar die injectie gekeken. Dat wordt allemaal geregeld door die computer. Dat woord is al een paar keer gevallen. Ik word wel nieuwsgierig naar die computer. Is dat een soort desktop-pc of hoe ziet dat er eigenlijk uit? Nou, ik zal er eentje erbij even bij pakken. Ja. Dit is nou zo'n computer. Oké. Okay. En dan zet je twee grote connectoren. Eentje is deze. Ja. Die wordt aangesloten op de motor. Daarvoor hebben we een hele grote stekker hier zitten. Ja. En die gaat op de motor, zodat de computer okay. met alle sensoren van de motor kan communiceren. Oké, okay. ja. Om nou ook de dashboard te laten communiceren met de motor, is deze stekker daarvoor. Oké. Okay. En deze kan dus op de dashboard, waardoor de motor gestart, gestopt wordt. En alle data die de motor geeft, wordt dus op de dashboard geprojecteerd. En okay. dat gaat met een zogenaamd CAN-protocol. Het dashboard is volledig CAN. Mm-hmm. En het voordeel daarvan is dat je ook andere dashboarden makkelijk erop kunnen zetten. Oké. Okay. Zelfs dat we een TFT-scherm erbij van de bekende okay. merken. Ja, dus bijvoorbeeld zo'n navigatiesysteem, dat je daar op zo'n motorklok ziet met toerental. Die kan erop. Ja. Oké. Okay. Dus die TFT-schermen worden meestal met een NMEA 2000. Ja. Deze stuurt J1929 eruit. Ja. Dus dan moet je wel even een converter hebben die J1929 overzet naar NMEA 2000. Okay. En dan werkt het prima. Oké, mooi. Dan kan ik me voorstellen dat zo'n computer ook wel wat stroom verbruikt. Hoe werkt dat eigenlijk? Gaat die gewoon aan uit met de schakelaar op het dashboard? Of? Ja. Als die motor draait, verbruikt deze stroom, ja. maar dat komt, de motor houdt dat keurig netjes bij. Ja. Als je de motor afzet, dan zal deze computer nog steeds wat stroom verbruiken, omdat okay. hij in de standby mode komt te staan. Nou, daardoor moeten we zorgen dat als we een langere tijd weg zijn, dat er ook een grote schakelaar, een hoofdschakelaar erin zit, dat die ook de computer uitschakelt. Want okay. anders, na 2-3 weken, heb je kans dat je accu leeg is. Oké, okay, het is niet zoveel stroom, maar wel continu. Het is continu stroom. Oké, okay, dus een klein schakelaartje is genoeg, want het is maar een paar ampère.
dan moet ik je helaas uit de droom halen. Oh, oké. Okay. Want die hoofdschakelaar, die gaat tussen de accu en de motor. En die hoofdschakelaar moet dus ook het startstroom van de motor kunnen handelen. Oké. Okay. Nou, en die startstroom is ongeveer 600 ampère. Dus dat moet echt een goede schakelaar zijn. Ja. Want als die te licht is, krijg je het later in de zee, krijg je daar problemen mee. Oké. Okay. Nou, dan begrijp ik dat een van de voordelen van die computer is dat je ook met een elektronische gashendel kan werken. Dat je niet die ouderwetse stijve kabels hebt. Ja. Als een elektronische hendel, gewoon een paar draadjes ertussen. Werkt dat ook echt zo makkelijk? Dat werkt zo makkelijk. Oké, okay. Dus dat is mooi. We hebben twee systemen zijn er te krijgen. In de eerste plaats kunnen we een vol elektronisch systeem op de motor zetten. Ja. Dus met elektrische gashendels, elektronische gashendels. Die kunnen direct op de computer aangesloten worden. Mm-hmm. We kunnen ook een potmeter aan de zijkant laten monteren, af fabriek. En dan kun je met een gewone, simpele marsehendel toe. Oké, okay. Dus als je bijvoorbeeld een refit project hebt en er zit al een ouderwetse gashendel met een bouwdekabel, dan kan dat ook. Maar elektronisch is eigenlijk wel makkelijker. Het is een stuk makkelijker. Okay. Want in plaats van dat je daar af moet stellen en een hele kabel doorheen moet halen, kun je nou met een paar draadjes erdoor en je kunt hem heel mooi afstellen. En het is geweldig, je kunt die hendel kun je op alle posities doen. Je kunt zelfs nog meerdere posities doen door gewoon een kabeltje even te verlengen. Oké, okay, dus op de flybridge bijvoorbeeld en beneden? Bijvoorbeeld. Dus het andere voordeel is dat die keerkoppeling elektrisch uitgerust kan worden. Die kan ook door hetzelfde systeem bediend worden. Dus daar heb je, zoals normaal ook voor en achteruit, dat krijg je precies hetzelfde. Een extra feature is dat je dus een trollingvalve erin kunt zetten. En die trollingvalve, die zorgt ervoor dat je heel rustig op kunt toeren bij stationair toerental. Dan slaat niet in één keer de koppeling erin, waardoor je in één keer weggaat, maar gaat het heel rustig. En dat is enorm mooi bij als die hoogvermogensmotor in kleine boten zit, om niet gelijk gelanceerd te worden. Ja, dat je ook in de jachthaven lekker rustig kan varen. En in de kanaaltjes. Ja. Bernard, iedere motor heeft koelwater nodig. Nou, bij mijn motor zit er zo'n filtertje in. Nou, dat werkt prima. Maar vijf keer zoveel vermogen is denk ik ook vijf keer zoveel koelwater. Klopt dat? Heb je dan ook echt zo'n groot filter nodig? Ja. Okay. Op het moment dat dus de motor vol vermogen draait, pompt die van jou ongeveer 30 liter per minuut. Ja. Deze gaat naar 110 liter. Okay. Dus dat is aanzienlijk meer. Daar heb je dus een grote filter voor nodig, die je dus moet monteren op een bepaald niveau van je waterlijn. De waterlijn buiten, ja. En van hieraf, de aansluitingen moeten dus gelijk zijn aan de aansluitingen hier op de motor. En die zitten op de keerkoppelingkoeler. Oké, okay, dat is één leiding diameter is. Ja, vanaf de keerkoppelingkoeler gaat dit naar de zeewaterpomp. Ja. Van die zeewaterpomp gaat het naar de koeler. Ja. Van de koeler gaat het naar de luchtkoeler. Van de luchtkoeler gaat het naar de hoofdkoeler, ja. Deze. Van de hoofdkoeler gaat het naar de uitlaat. Hmm. En van de uitlaat wordt het dus via deze watermixer in de uitlaat naar buiten geleid. Oké, okay. Ja, je ziet het ook wel aan de pijpen. Deze uitlaat is zo groot en die van mij dat is een veel kleinere opening. Die is behoorlijk wat groter. Ja, dus ook het uitlaatsysteem moet groter zijn. Het uitlaatsysteem moet groter zijn. De waterlok moet groter zijn. De hele lengte moet groter zijn. Dus daar moet je echt mee oppassen. Oké, okay. En al die dingen die weet je omdat in de catalogus staat per motor beschreven welk filter, welk brandstoffilter. In de catalogus staat en ook een aparte prijslijst staat alle zaken die nodig zijn om een VF goed aan te sluiten. Bernard, onderhoud zou voor een heel groot deel standaard zijn. Dus brandstoffilters opwisselen, vooral het groffilter, het fijnfilter. Olie wisselen, af en toe koelvloeistof vernieuwen. Wat zijn unieke dingen voor onderhoud voor deze motor ten opzichte van een M-lijn? Nou,
die motor van jou en deze motor heeft nagenoeg hetzelfde onderhoud. Hetzelfde onderhoud, brandstoffilters, oliefilters. Alleen de olie bij deze is een synthetische. Okay. Dus bij jou is mineraal, dit wordt een synthetische olie. Moet je er ook in doen. Dan zijn er nog een aantal dingen die echt afwijkend zijn. Eerst plaats, de zinkanodes daarvoor. Er zitten op deze motor zinkanodes, die heb jij niet bij je motor. Er zitten zinkanodes hiervoor op de luchtkoeler. Ja. En die kun je eigenlijk herkennen aan die pluggen met een zwart vlak erin. Okay. Dus alles wat een zwart vlakje heeft, zijn zinkanodes. Okay. Die kun je vinden ook op de uitlaat en ook op je hoofdkoeler. Okay. Die moet je gewoon één keer per jaar even controleren. Eruit draaien, kijken, als ze goed zijn, erin draaien. En zijn ze niet meer goed, wisselen ze dat gewoon. Dus. Dan is er nog de turbo. Deze is een geregelde turbo. Ja. Dat wil dus zeggen dat hier een aantal stangetjes lopen die bewegen. Nou, om te zorgen dat ze blijven bewegen, moeten we dat insmeren met lithiumvet. Okay. Waarom nou lithiumvet? Nou, die is bestand tegen de hoge temperaturen die de turbo heeft. Okay. Je moet toch wel denken aan zo'n 400, 500 graden. Ja. Dus nou, om te zorgen dat het allemaal in goede conditie blijft, neem even een kwastje, stangen of een wattenstaafje en zorg dat al die componenten goed ingevet worden. En dan is het klaar. Okay. We hebben nog een distributieriem. Ja. Die moet één keer in de 5 jaar vervangen worden of 800 uur, wat okay. eerst komt. Doe je dat niet, dan loop je de kans dat die kan breken. Ja, en dan heb je een heel groot probleem. Want dan heb je heel veel schade en heel veel kosten. Oké, okay. En om bij de distributieriem te komen, ja, de koeler is gewoon een paar slangen en bouten. En hierachter zit een kap en daar zit een riem achter. Juist. Dus okay. we moeten wel zorgen dat die inbouw wel zodanig is dat die koeler afgebouwd kan worden. Om ja. bij die riem te komen. En feitelijk is het gewoon, als die kappen eruit zijn, dan ben je er. Alleen, je hebt wel speciaal gereedschap voor nodig. Om die okay. timing goed te doen. Maar op zich valt het echt wel mee. Vetus geeft 5 jaar garantie op deze motoren, maar dan moeten we wel zeker weten dat die goed is ingebouwd. Hoe werkt dat met die inbedrijfstelling? Nou, bij levering van de motor worden inbedrijfstellingsformulieren meegeleverd. Je kunt ze eventueel ook digitaal downloaden van mijn website. Maar waarom willen we dat nou precies? Nou, deze motoren zijn hoogbelaste motoren. Die worden in sloepen gezet. En we willen ook zeker weten dat die motoren goed ingebouwd zijn. Want zijn ze niet goed ingebouwd, kunnen daar problemen mee komen. En die willen we zoveel mogelijk vermijden. Dus daarom is die inbedrijfstelling zo belangrijk. Die data die wij vragen op de inbedrijfstellingsformulier, die kun je aflezen op de dashboard. Dus je hoeft daar geen speciale apparatuur voor aan te schaffen. Dit kan zo. Als we kijken naar bijvoorbeeld de inlaatlucht, dat er voldoende grote roosters zijn. We kijken naar de motorsteunen, dat die goed ingesteld staan. We kijken ook naar de propeller, wat dat, of die propeller groot genoeg is, of niet te groot, of niet te klein is. Okay. Als die propeller te klein is, wil dus zeggen dat die motor niet aan zijn vermogen kan komen. Want hij levert niet hij levert te veel toerental om het vermogen af te nemen. Als die propeller te groot is, zal die motor niet aan zijn toeren komen. Want hij okay. wordt eerder afgeremd. Ja. Dat heeft een groot aantal nadelen in plaats die injectoren die spuiten in als zijnde vol vermogen. Ja. Die motor redt dat niet. De zeewaterpomp die blijft lager draaien omdat die motor niet op toeren komt. Ja. Die blijft minder water geven. Dus thermisch wordt die veel hoger belast als wat normaal gebruikelijk zou zijn. En dat is een ongewenste situatie. Ja, normaal merk je dat volgens mij dat je ook wat zwartige rook achter die boot krijgt. Maar die computer regelt het allemaal weg. Dus je merkt ook niet zo goed dat die overbelast wordt. Nee, en dat is het
een beetje het nadeel van vol elektronische motoren. Die computer is zo goed, die regelt dat allemaal keurig netjes. Maar ja, dan kun je ook niet goed zien van hoe gaat die motor nou zich gedragen bij overfitting. Pas als je komt er pas achter als de alarmbellen gaan. Voor. En dat wil je niet hebben. Dan ben je al te laat. Dus in die bedrijfstelling leg je dat soort gegevens vast? Daar leggen we vast. We kunnen dat leggen we in de computer vast. We kunnen dat ook achteraf weer controleren. Komt er iets dat een klant zegt van mijn boot gaat niet hard genoeg of de motor heeft een probleem. Dan kunnen we via de inbedrijfstelling formulier kunnen we achterhalen van wat zat er toen voor schroef achter. Wat is het gewicht van de boot? Kijk, als die man zegt van ik zit er met 10 man op met 5 kratten bier, ja. Dan komt hij niet meer aan zijn vermogen. Dat kan me voorstellen. En dat kunnen we met een inbedrijfstelling de keurig netjes uithalen. Ja.